toch weer het van de dag. Ik kom net bij de internist vandaan. En ik kreeg laatst een berichtje van iemand die dat dus gewoon niet wist of niet te horen heeft gekregen. Dus ik wil dat even benadrukken. De afspraak met de plastisch chirurg is geweest naar iets heel leuks wat ik met jullie wil delen. Ik kreeg gisteren een hele bijzondere kaart binnen. Dat had hij vanmorgen nog steeds en nu nog steeds. Dus we hebben even de dokter gebeld. Lucrinprik en om 2:15 de PET-scan. Sergio die is terug met Jesse Silver. Ze willen toch een foto laten maken van zijn knie. Helpt te vechten tegen de kanker. Er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan, schijnbaar. Heb ik dus een afspraak bij de internist voor de uitslag van de PET-scan. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Ja, toch weer het van de dag, want het is vandaag de afsluiting van mijn hele traject bijna, behalve de antihormoontherapie. We gaan nu dus checken hoe mijn bloedwaarden zijn en wat het vervolg gaat zijn nu ik ook klaar ben met de chemotabletten. Dus ik heb nu chemo-infusie gehad, 16. Ik heb dubbele amputatie met reconstructie gehad, 15 bestralingen, een half jaar chemotabletten en nog voor 10 jaar, dus nu nog ongeveer 9 jaar, antihormoontherapie. Dus we gaan even kijken wat dit te zeggen heeft. Ik hoop dat ik toch nog een PET-scan mag krijgen, ook al doen ze dat normaal gesproken niet. En ik heb ook nog een afspraak met de plastisch chirurg en dan hoop ik een datum te kunnen bespreken voor het vervangen van mijn tissue expanders. Dus ik ga jullie weer meenemen. Eerst even bloed prikken. Zo, ik zit weer even op het bankje. Ik noem dit altijd mijn tussenuur. Ik heb weer bloed laten prikken. En het was super grappig, want ik had dus weer de verpleegkundige die ik een keer eerder heb gehad en die zo super lief was. Die vertelde dat ze 12 jaar geleden ook borstkanker had gehad. En ik zat er nog helemaal in het begin en net voor mijn operatie. En toen heeft ze me zelfs haar borst laten zien, hoe het bij haar was. En dat vond ik zo geweldig dat ze daarin zo meeleefde. En nu had ik haar eigenlijk voor de laatste keer bloed prikken. Althans, daar ga ik even vanuit dat het een van de laatste keren is in zo'n cyclus. En toen had ik haar weer. En ze zegt, waar ik nou laatst achter ben gekomen. Ik kwam vroeger gewoon bij jou thuis. Mijn broertje die zat bij jouw zus in de klas. En ze kende mijn moeder, mijn vader. En ze zegt, je gaat toch niet menen dat die René is? Want ik ben 10 jaar jonger dan haar, dus zij heeft me gewoon nooit herkend op die manier. Dus superleuk. Nou, ik ben nu dus even aan het wachten tot ik dat afspraak heb bij de internist. Ik heb even lekker een yoghurtje gehaald en een energy drink. No sugar, want ik vroeg. Het was vroeg. Nou, ik kom net bij de internist vandaan. En mijn bloedwaardes waren weer prima. Ja. Mijn witte bloedcellen die waren wat aan de lage kant. Maar goed, dat is ook te verwachten. En nu ben ik klaar. Dus mijn lichaam krijgt nu weer de mogelijkheid om zich gewoon lekker op te peppen. Ik mag ook weer beginnen aan mijn vitamine C tabletten. Want die mag je niet slikken tijdens de chemo. Want het kan namelijk je chemo tegenwerken. En ik kreeg laatst een berichtje van iemand die dat dus gewoon niet wist of niet te horen heeft gekregen. Dus ik wil dat even benadrukken. Lees goed wat je wel en niet mag eten of innemen bij je chemo of je antihormoontherapie. Want tegen mij is echt duidelijk gezegd, geen vitamine C supplementen nemen, want het kan je chemo tegenwerken. Maar nu ben ik klaar, dus ik mag dat wel weer gaan nemen. Ik mag bijna alles weer eten en drinken. Ik ga nog even goed lezen wat ik nou wel en niet mag met de antihormoontherapie. Sowieso geen grapefruit. Dat is echt niet goed. Maar dat is met heel veel medicijnen niet. Maar ik ga dus de vitamine C weer slikken, omdat ik hopelijk over niet al te lange tijd weer geopereerd moet worden, zodat mijn tissue expander vervangen kan worden.
En heb ik natuurlijk goed de operatie in. Maar ik ben echt super blij met mijn arts. Want ik heb het al een paar keer aangegeven dat ik graag een nieuwe scan zou willen. En dus ik krijg een nieuwe PET-scan. En daar ben ik echt heel blij mee. Want normaal gesproken doen ze dat niet. Weet je, ze verwachten niet dat er wat zit. Ze hebben een scan gedaan. De eerste keer. Maar ik heb natuurlijk die dematieborst in mijn hoofd. Zo noem ik het maar even. Want die zat helemaal onder. En daarna zijn we gelijk gestart met de chemo's. En de bestraling. En de operatie. En bla 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 bla. Dus ik ben eigenlijk continu onder behandeling geweest. Ze hebben gezien dat die chemo's hebben gewerkt. Dus ze verwachten niet dat er nu dan ineens wel wat zit. Maar puur van mijn gemoedsrust doen ze het wel. En dat vind ik gewoon echt super. En ik vind het gewoon heel fijn dat hij in dit geval dat begrijpt. He, dat je mentale toestand is ook gewoon ontzettend belangrijk. En als ik dan toch nog even een visueel krijg van een scan die eigenlijk schoon is. Ja, dan helpt dat gewoon weer mee. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Over 2 weken ongeveer krijg ik dus de PET-scan. Ik ga nu even naar huis. Ik denk dat ik even naar mijn moeders huis ga. Even chillen. En dan heb ik een gesprek met de arboarts. En dan moet ik daarna weer terug naar het ziekenhuis voor een gesprek met de plastisch chirurg. Nou, ik ben weer thuis. De afspraak met de plastisch chirurg is geweest. Ze heeft weer even gekeken. En je ziet inderdaad dat mijn rechterborst door de bestraling toch echt wel een reactie heeft gegeven. Dus die is een heel stuk strakker dan mijn linkerborst. Hij is ook daardoor kleiner geworden dan mijn linkerborst. En omdat ze toch altijd wel heel voorzichtig zijn met een bestraalde borst. Ik zeg heel veel borst, hè? omdat ze daar toch voorzichtig mee zijn, willen ze dus eerst waarschijnlijk met lipofilling gaan werken. Dus voordat ze de tissue expander gaan vervangen. Ze zegt ja, links zouden we dan wel kunnen vervangen, maar ja, misschien gewoon beter tegelijkertijd. En wat ze dus waarschijnlijk als eerste willen gaan doen, is dus lipofilling. En dat betekent dat ze dus bij mijn bestraalde borst het vooral aan de zijkant op gaan vullen. En een beetje hierboven waar kan. En dat ze mijn linkerborst vooral ook wat meer décolleté gaan geven. Want nu staan ze redelijk ver uit elkaar. He, waar je normaal gesproken, als je dan normaal een beetje zo deed, dan had je een mooie décolleté. Dus dan gaan ze kijken of ze dat wat meer kunnen maken. Wat ik ook wel fijn vond, was dat als ik uiteindelijk de siliconen krijg, dat ik dat dat die toch wel een stuk soepeler zal zijn. En wat ik had het erover, wat ik toch wel een beetje mis, is dat als je dan normaal gesproken lekker een beetje voorover boog of een beetje je armen eronder, hè, dan had je zo'n mooie décolleté. Dat vond ik altijd zelf wel mooi bij mensen. En dat heb ik nu niet. En klinkt misschien een beetje gek, maar. En dus dan gaan ze dat iets meer vullen met vet uit waarschijnlijk uit mijn buik. Dat zijn 2 vliegen in 1 klap, zou ik zeggen. Maar goed, het zal waarschijnlijk nooit zoveel weggehaald worden als dat ik eigenlijk zou willen. Dus daar gaan we het nog wel even over hebben. Waarschijnlijk gaat dat al september, oktober gebeuren. Dat is vrij snel. Dan heb ik als het goed is geen drains nodig. En ze zei wel, we doen liever kleine beetjes. Dus ik zal waarschijnlijk wel echt een paar keer onder narcose gaan. Omdat met een bestraalde borst zijn ze toch wel wat voorzichtig. Dus ze zeggen liever kleine beetjes dan in 1 keer zoveel mogelijk. Wat wel leuk was, is dat ze dus wel met iets bezig zijn. Maar dat is dus nu nog niet. Maar dat ze mogelijk gaan kijken om bijvoorbeeld op een gegeven moment vet in te vriezen. Dus dat je eigenlijk maar 1 keer onder narcose hoeft om dat vet te pakken, in te vriezen. En ja, dan kan je bij wijze van polyklinisch dat met lipofilling bijvullen. Dus, maar dat is dus nu nog niet. Maar daar zijn ze mee bezig. Dus dat is een leuk weetje. Ja, even afwachten totdat ik de afspraak dus in mijn box krijg. Ik heb in ieder geval al een afspraak gekregen voor 5 september voor de PET-scan. En dan 8 september
In de ochtend krijg ik daar de uitslag van. En dan kan ik daarna naar iets heel leuks wat ik met jullie wil delen. Namelijk dat ik gevraagd ben door het super chique, mega bekende vrouwenblad Grazia. En dat vind ik zo vet. Echt heel gaaf dat ik daarvoor benaderd ben. Ze willen dus een interview met mij en een fotoshoot. En het zal dus niet hier thuis zijn, maar echt in de studio. Dus als het goed is gaan ze ook echt de kleding net doen, visagie, alles erop en eraan. En het wordt een drieluik. Dus ze hebben me gevraagd of ik nog mensen ken. En toen heb ik natuurlijk mijn vriendinnetje Meta naar voren geschoven. En zij is dus ook uitgekozen. Dus dat is super gaaf dat we dat samen dan kunnen doen. En er is nog een ander meisje uitgekozen. Dus we zijn met z'n drieën. Het is niet dat we met z'n drieën op de foto gaan, maar wel drie verhalen. En ja, super tof dat ze daar de aandacht natuurlijk weer aan geven. Dus ik voel me hartstikke vereerd en ik heb er echt super veel zin in. Dat zijn de leuke dingen, hè, van een vervelende situatie. Ik kreeg gisteren een hele bijzondere kaart binnen. En ik keek naar die envelop en ik denk dat is een behoorlijk bekend handschrift. Het was namelijk die van mezelf. Een jaar geleden heb ik een kaart gestuurd naar mezelf. Dat ging vanuit mijn werk. Ze hebben onze kaart laten schrijven en die zouden ze dan een jaar later naar ons opsturen. En dat was nu zover. En dat was ik natuurlijk al lang weer vergeten. Dus het is dan een verrassing dat dat ineens op de stoep ligt. En ik wil hem even met jullie delen namelijk. De kaart is natuurlijk op mijn lijf geschreven. En matcht super goed met mijn outfit vandaag ook nog eens. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. En sorry voor het getik van honden. Ja, dat is natuurlijk zo'n beetje mijn levensmotto. Ik zal even voorlezen wat ik had geschreven. Ik heb hem gisteren al gelezen, had ik het nog niet gefilmd. Ik begon met lachen en daarna kwam ik toch wel een beetje binnen. Dus ik wil hem graag even met jullie delen. Lieve René. René from the past hier. Ik ga ervan uit dat je die kanker even een flink poepje hebt laten ruiken. Dat je nu in je nieuwe mooie huisje woont en je weer aan het werk bent. Dat je weer het hebt opgepakt waar je gebleven was met je teams. En dat dit jaar het totaalbudget in het groen staat. En je een goede band hebt met je medewerkers. Waarbij je het gevoel hebt dat ze je vertrouwen en dingen ook van je aannemen en oppakken. Anyway, you are still here. Even stronger and wiser. You rock. Dikke knuffel van jezelf. Nou, het middelste gedeelte gaat natuurlijk over mijn werk. Het ging over dat ik ben shopmanager. En en daar waren we ook mee bezig. En een jaar geleden heb ik eventjes moeten stoppen. Maar voor de laatste trainingen en cursussen was ik er wel bij. Kaal. Zag ik iedereen weer voor het eerst. En na een paar maanden, want in juni was ik natuurlijk begonnen met de chemo's. En dit was dus in september. En ja, als je dat dan zo leest, vooral dat begin en dat einde. Ja, het komt toch even binnen. En je hoopt gewoon dat het zo is dat je denkt, ja, ik heb dit jaar gewoon gerokt. En ik sta hier. En als het goed is, hopelijk ben ik kankervrij. Maar het enge blijft gewoon dat... Ja, dat ze het nooit met zekerheid kunnen zeggen. En die angst bekruipt je dan een beetje af en toe. Maar ik probeer me positief te houden. Ik heb maandag dus weer een PET-scan. En ik geloof een paar dagen later krijg ik de uitslag. Dus dat is wel super spannend. Maar wat zeggen we dan? Met volle angst vooruit. Ik ga ook vandaag iets heel leuks doen. Namelijk... Een reunie van mijn basisschool. Het is dus al 20 jaar geleden dat we die school zijn verlaten. De Ark in Den Haag heb ik opgezeten.
En ineens kregen we een uitnodiging van twee oude klasgenootjes die dit gingen organiseren. Dat is echt superleuk. Veel van hun ben ik toch nog blijven volgen, heb ik in mijn Facebookenlijst. Want dat is natuurlijk het leuke aan tegenwoordig. Je kan ze altijd nog een beetje op afstand blijven volgen. Maar het is natuurlijk superleuk om ze weer even in het echt te zien en te horen. En sommige heb ik echt al heel lang niet gezien of gesproken. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Een hele goede morgen allemaal. Het is wel weer een ochtendje van heb ik jou daar. Want Jessie die werd vannacht ineens wakker en die begon te huilen. En René die ging er naartoe en die had dus pijn aan zijn been. En dat had hij vanmorgen nog steeds en nu nog steeds. Dus we hebben even de dokter gebeld. Familie, opa's en oma's denken aan, aan groeipijnen. En dat zou op zich wel redelijk verklaarbaar zijn. Alleen is het voor ons sowieso nieuw. En vrij onduidelijk waarom hij nou ineens zoveel pijn heeft. Maar hij wil niet lopen. Ja? Ja, webjes zijn op. Dus we gaan nu naar de dokter. Ja? Ja. Heb je je kleertjes aan? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, en René die kan dus niet mee, want die krijgt zo meteen de Lucrin-prik. En vanmiddag moeten we naar het ziekenhuis voor de PET-scan. En als dat allemaal nog niet genoeg is, besluit een van de honden ook nog eventjes in de hal te plassen. Dus ik heb het wel erbij moeten pakken. Het is allemaal zo gedaan. Alleen, heb je daar niet zoveel zin in om 9 uur 's ochtends. Normaal al niet en om 9 uur 's ochtends helemaal niet. Dus we gaan naar de dokter. Ja, Jess? Ja. Okay. Onder zijn knie. Dus hij wilde niet oplopen. Dat doet zeer. Vervolgens ren ik naar het toilet. Sta ik in een enorme plas. Hebben Mojo en Reggie, een van de twee, geplast in de hal. En nu krijg ik net een appje van mijn moeder dat degene die mij de prik gaat zetten vandaag, de verpleegkundige, mijn kant op komt. Wat dus betekent dat ze weer bij mijn moeder voor de deur stonden. En we hebben toch echt wel het adres gewoon doorgegeven. Adreswijziging. Ik heb zelf toen nog een keer gebeld om het te proberen te regelen. Nou, toen ging het ook niet goed. En toen kwam op een gegeven moment de volgende. En die zat ook weer verkeerd. Dus, nou ja, dat wordt nog wat. Het is moeilijk zo'n adreswijziging blijkbaar. Maar goed. Ik hoop dat het met Jesse Silver gewoon goed is. Dat er niks ernstigs aan de hand is. Misschien een scheurtje ergens in. Of misschien toch gewoon groeipijn. Laten we het hopen. Dan krijg ik dus de Lucrin-prik en om 1:15 de PET-scan. Die gaat bepalen of hopelijk laten zien dat ik schoon ben. Ik ben heel benieuwd. Binnen de 4 uur mag ik niet meer eten. En als ik het goed heb, in 2 uur, dat ga ik zo nog even lezen, moet ik 1 liter water drinken. Dus ik mag ook gewoon naar de wc. En dat was vorige keer, toen lag ik daar. En tuurlijk, en dan moet je heel lang stil liggen. Want anders gaan die vloeistoffen die ze naar binnen doen, gewoon door je lichaam zweven. Een activiteit registreren wat er eigenlijk niet is. Ja, en dan op een gegeven moment na 1/2 uur denk ik, moet plassen. Altijd als je niet mag plassen, moet je plassen. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Nou ja, goed. Eerst een bakje koffie. Nou, de verpleegkundige van de Lucrin-prik, mijn antihormoonprik, is geweest. Ik doe hem altijd achter in mijn arm. Want mogelijk dat ze mijn buik nog willen gebruiken. Dus daar wil ik het liefst zo min mogelijk littekens. Deze heb ik 1/2 gevuld. Dat is 1 liter. En Sergio die is terug met Jessie Silver. Ze willen toch een foto laten maken van zijn knie. Dus hopelijk kunnen we nog voordat ik voor de scan moet naar de arts. Maar hij had even geen bereik. Hopelijk worden we zo nog gebeld. Nou, we zijn onderweg naar het ziekenhuis. Ik ben onder... Ik wil weer naar het ziekenhuis. Nou, we gaan alleen maar een fotootje maken, schat. Maar ik ben niet. Nee, dat snap ik. Ik moet deze tank leeg drinken voor 2:15. Dus ik heb nog 1 uur. Mag wel plassen tussendoor. Maar volgens mij mag ik dus niet plassen als ik daar lig. Dus dat is wel heel vervelend. Hopelijk gaat het fotootje voor Jessie's been ook vrij vlotjes. En kunnen we er gewoon achteraan. Hè? Dat zou wel handig zijn. Ja.
Hij kan er wel op staan, maar hij stapt nu op zijn voorvoet. Dus hij loopt een beetje op zijn tenen, hij strompelt een beetje. En af en toe dan zakt hij er doorheen. Dus we gaan even kijken. Ga je dan? Nou, lieve schatten, het is alweer avond. Als eerste wil ik jullie vertellen dat Jesse Silver goed uit de scan is gekomen. Hij was een flinke jongen en heel goed stil blijven liggen. En verder lijkt het dus gewoon helemaal goed. Hij heeft niks aan zijn botten. Dus dat is fijn. En ik hoor hem nu. Ja, schatje. Wat vind je een beetje eng? Dat er onweer is. Oh, ik kom wel even. Heb je dorst of zo? Oh, ik heb zo'n dorst. Jesse Silver vond het onweer een beetje spannend. Oh ja. Hij dacht dat dan de monsters weer zouden komen. En dat de monsters in zijn muur zaten. Dus ik heb even gezegd dat al zijn jungle dieren in de muur hem beschermen. En de krokodil in de sloot. Beschermen ook. Zeker. Nee, dus gelukkig. Licht, lelijk. Ja, ik weet het niet. Ja, dat komt door dit licht. Ja, dat komt door die instelling natuurlijk. Maar ik heb in ieder geval verteld dat gelukkig alles goed was met Jesse's benen. Althans. Met zijn botten was niks op te zien. Maar hij strompelt nog steeds. Dus het is eventjes afwachten hoe het zich gaat oplossen. En wat het nou precies is, is niet helemaal duidelijk. Maar eventjes kijken hoe het zich aanhoudt. Ik denk dat het ook goed komt. Net viel er een balletje uit het bad en dan wist hij niet hoe snel hij hem eruit moest halen. Uit het bad moest gaan om het balletje te pakken. Ja, het is niet dat hij er niet op kan lopen, hè. Nee, maar hij stond in de zin van in het spelen was hij het even vergeten en toen ging het prima. Oh, nou, oké, laten we het maar hopen dan. Hè? Ja. En met mij is ook alles goed gegaan. Sergio mocht helaas toch niet mee. En dat heeft dus niet, had dus ook niet met COVID te maken toen de tijd dat hij toen ook niet mee mocht. Nee, maar met het radioactieve spul. Ja, radioactiviteit. Ja. Dus ik kreeg weer een. Infuus, eerst altijd even bloed ophalen, dan testen ze mijn suiker of die goed is. Nou, die was gewoon prima, 4,6 of zo. En hij mag, bij hun mag die tot 11 gaan. Okay. Dus dat was helemaal goed. En toen moest ik dus weer een uurtje plat liggen. Terwijl ik natuurlijk daarvoor dus een liter water naar binnen had zitten werken. 1 liter maar? Ja. Of 2? 1. En die groene kan had je die gevuld? Nee. Oh. Nee. Ik kan zeggen, dat is 2 liter. Ja. Ja, 1,7. Nee, dus, maar goed. Dus na ongeveer 20 minuten, ja hoor, begon het werk. Denk ik, nee, ik moet plassen. Ik moet echt heel nodig plassen. Terwijl ik daarvoor ook al had geplast. Dus toen heb ik die 30 minuten uitgezeten. Want dat zijn de allerbelangrijkste. Omdat dan de vloeistof verwerkt wordt, zeg maar. Ja, die gaat dan op de goede plekken zitten. En als je te veel beweegt, dan verbruik je meer op andere plekken. En dan gaat het vloeistof naar de plekken toe waar je het niet wil hebben. Dan is de uitslag van de scan, zeg maar, niet helemaal. Nee, dat klopt. Maar in het eerste half uur is het dus dat die zak inloopt. Dus dat is even het belangrijkste. En dus ik heb toch maar op de knop gedrukt. Toen mocht ik even plassen. Ja, als je moet. Ja, het is gewoon niet te doen. En vorige keer is het ook goed gegaan, want toen heb ik ook geplast. Dus toen ben ik voorzichtig naar de wc gelopen, gaan plassen en ik ben weer terug gaan liggen. Helemaal stil. Dus het is de bedoeling dat je zo stil mogelijk ligt. Een uur lang. En dan word je daarna opgehaald, mocht ik weer plassen. En dan word je daarna opgehaald voor de PET-scan. En daar lig je dan ongeveer een kwartiertje in.
En dat was het alweer. Ik was daarna wel echt super gaar. En ik had super honger. Want ik mocht vanaf 10 uur niet meer eten. En als je niet mag eten, dan wil je juist eten. En je denkt heel makkelijk van... ook neem even een smintje. Oh nee, weet je wel. Dat soort van die kleine dingen. En, ja, maar goed, ook even het dingetje met Jessie erbij. Nou ja, dat ook. Ook wel wat energie, zeg maar, van je. Ja, en je probeert dan toch maar een beetje soort van te slapen als je daar ligt. Dat je gewoon echt even stil blijft liggen. Ja. Nou ben ik leven. Het is ook zo dat als je een kwartier lang je lichaam niet beweegt, dat je een soort van automatisch in slaap valt. Ja? Oh. Nou, dat gevoel had ik niet, want ik dacht alleen maar, ik moet plassen. Ik had wel lekker muziek aangezet. En in de PET-scan hebben ze dan gewoon radio aanstaan. En als je dat niet fijn vindt, kunnen ze hem uitdoen natuurlijk. Maar in principe laten ze die dan aanstaan. Maar je bent toch een beetje gaar. Je ligt alleen maar. En je bent toch een beetje aan het wegdoezelen. En aan het nadenken. En ik lag weer in die scan alleen maar een soort van te seinen. Geen uitzijnen. Dus, nou ja, goed, donderdagochtend krijg ik de uitslag. Dan is Sergio er niet bij. Maar dan gaat mijn moeder mee. En dan hoop ik op een goede uitslag. En dat ik ook de foto's met jullie kan delen. En dan ga ik daarna door naar de Grazia shoot. Waar ik ook achter de schermen mag filmen. Dus dat is wel leuk. En wat ik jullie ook even wil meegeven, ik heb het al een tijdje in huis, maar nu ik klaar ben met de chemotabletten, denk ik, nou vind ik het ook wel fijn om dat erbij te gaan doen. En dat is zuurzakthee. En dat schijnt dus ontzettend goed te zijn voor je immuunsysteem en dat dat ook helpt te vechten tegen de kanker. Er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan, schijnbaar. Ik heb het al een keer nagevraagd en mijn apotheek heeft in ieder geval niet kunnen vinden dat andere medicijnen tegen kon werken. Wat dat betreft is het dan een baat het niet, schaadt het niet. Nee, zeker. Hè? En ja, een theetje kan natuurlijk geen kwaad. Het is alleen een theetje niet. De zomer is over, jongens. Het is nu heel hard gaan regenen en onweer. Dit is wel gelijk een goede test voor voor de oprit. Ja, inderdaad. Ja. Ja, de beste manier is dus om van die blaadjes, je kan hem dus gewoon kopen en dan doe je hem in een soort van zeefzakje. Of als je dat al in je theepot hebt, kan het ook natuurlijk. En om 10 tot 12 van die blaadjes erin. Dat doe je bij het gekookte water en dan moet je het nog ongeveer een kwartiertje aan 20 minuten laten opstaan. Ze adviseren ook dat het lekker is als je er bijvoorbeeld een kaneelstokje bij doet. Die hebben we nu helaas niet. En dan elke dag eentje te drinken. Ja. Dus we gaan even kijken of we dat een beetje in ons systeem kunnen krijgen. Hoe gaat het met jouw gezondheid? Ja, met mij gaat het, prima. Oké. Nou, prima dan. Maar denk ik. Ik heb heel erg last van mijn schouder. Beetje overbelast van de push-ups, denk ik. Maar jij hebt ook wel afgelopen tijd echt heel veel kwaaltjes gehad waar ik je over gehoord heb. Je had altijd wel ergens last van. Ja, maar dat heb ik al heel vaak als antwoord gegeven dit. Het zijn wel altijd dezelfde kwaaltjes. Als in, het is, ik heb wel wat gewrichtspijn en dat is gewoon vanuit mijn voeten en mijn meniscus die zijn een beetje versleten. Dus die zijn waarschijnlijk net niet aan een operatie toe, beide kanten. Daar heb ik geregeld last van. En ik heb echt al jaren last van mijn schouders, zeg maar. Echt dat ik waarschijnlijk altijd dit doe, dat opgetrokken. En als je, een fysio heeft me wel eens verteld, als je een kopje pakt en je pakt thee, ik doe dit. In plaats van, dit is je ook natuurlijk. Dus ik doe met alles, doe ik dit. Dan kun je dus afleren, dan moet je zo gaan zitten. En dan moet je dus de kant waar je met je hoofd op gaat, die andere, dan moet je je schouder naar beneden doen. En dan kun je het eigenlijk zo oprekken. Dan kun je ook zo met je hand een beetje meehelpen. Dat moet dan 10 seconden. En dan de andere kant.
En dat dan 3 keer per dag. Dat ontspant dat gedeelte een beetje. Maar het is een beetje alsof we iedere dag, of iedere dag. Vroeger was het iedere dag, tegenwoordig niet gelukkig iedere dag meer. Maar alsof iemand met een soort van prikker in je molkskapspieren zijn. Dat eigenlijk de lange werpige trapezes in je rug. Alsof iemand daarin zit te prikken. Ja. Dat is echt super irritant. Nou ja, en inderdaad, ja, mijn schouder en ik heb een keer mijn elleboog. Het zijn altijd gewrichtspijnen. Het is altijd. Maar slik jij die ook glucosamine en zo? Ja. Glucosamine, magnesium, vitamine D, omega, multivitamine. En nu? Zuurzakthee. En zuurzakthee. Maar nou, welke kwaaltje heb je meer dan? Ja, mijn eczeme en. Aanbaaien. Daar sluit het mee af voor vanavond. Lijkt me een goed plan. Wel rusten. Goedemorgen. Ja, ik heb weer deze outfit aan, jongens. En hij is gewoon gewassen tussendoor, maar het is gewoon even mijn lievelings nu op dit moment. En ik was al een beetje van deze vlog aan het editen en toen dacht ik, goh, het lijkt wel alsof ik deze nu gewoon elke dag aan heb. Maar dat is niet zo hoor, jongens. Er zitten soms wat haakjes tussen deze vlog. Want ik wil graag even een beetje het borstkankerverhaal even gescheiden houden van ons nieuwe huis en interieur vlog. En vandaag is een, ja, toch een hele spannende dag alweer. Want ik heb gevraagd om een PET-scan. En dat is dus een scan die heel je lichaam meet of er uitzaaiingen zijn of dat je schoon bent. En ja, het voelt een beetje als een hopelijk op een soort van afsluiting van alles. Kijk, die antihormoontherapie, daar zou ik voorlopig gewoon mee moeten leren leven de komende 9 jaar nog. Maar ja, ik heb alle chemo's gehad, ik heb een operatie gehad, ik heb bestralingen gehad, chemotabletten, dus de hele mikmak. En er gaan nog wel wat operaties aankomen wat betreft de reconstructie van mijn borst, want de bestraling die heeft er ten eerste ook nog wel wat voor gezorgd, hè, dat mijn huid wat is gaan krimpen. Ja, dat wist ik allemaal van tevoren. Dus wat willen ze dan gaan doen? Met liposuctie willen ze beide en iets meer décolleté maken. En dat het allemaal wat soepeler wordt op het bestraalde gebied. Dat heb ik jullie volgens mij in deze vlog ook al verteld. En, ja, en uiteindelijk zal dus de tissue expander, dus eigenlijk het soort van ballonnetje wat er nu in zit, worden vervangen voor siliconen implantaten. Maar nu heb ik dus een afspraak bij de internist voor de uitslag van de PET-scan. Ja, ik heb, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar een keer een scan laten zien waar je dus allemaal zwarte vlekken in mijn borst zat. En ik noem dat mijn domatiotiet. En die hoop ik dus niet meer te zien. En ja, ik hoop ook weer een fotootje van te kunnen maken, zodat ik jullie gelijk kan laten zien. En hopelijk in de positieve zin. En daarna ga ik wat heel leuks doen, want ik mag jullie meenemen naar de fotoshoot van Vrouwenblad De Grazia. En ik mag ook backstage filmen als het goed is. En mijn vriendinnetje Meta, die mocht ook de shoot doen. Dus onwijs veel zin in. En ik heb nog een klein cadeautje voor Meta gekocht. Ik zag het en toen dacht ik, that's made for us. Eerst even de kriebels in mijn buik weglopen naar het ziekenhuis. Sergio, die kon helaas niet mee. Maar het fijne is dat als Sergio niet mee kan, dat mijn moeder altijd meekomt. Dus die is daar nu heen. En ja, laten we naar binnen gaan. Oh, en even voor duidelijkheid. Nee, ik heb helemaal 0,0 make-up op. Want we moesten ons haren wassen voor de shoot. Maar verder er niks in doen. En zonder make-up komen, et cetera. Dus vandaar, ja, dit zijn mijn lichte wenkbrauwen, jongens. Zo zien ze er eigenlijk uit. Ja!
wat een opluchting dit. Ja, kijk, ze hadden natuurlijk al gezegd van, dat is ook de reden waarom ze eigenlijk geen scan doen. Ik had geen uitzaaiingen toen ik de behandelingen begon. En daarna heb ik dus allemaal behandelingen gedaan die ook zijn aangeslagen en daarna geopereerd en weer een behandeling, et cetera. Maar het is zo'n opluchting om het gewoon op een scan te kunnen zien en dat hij het had over de toekomst en zo van en door, weet je wel. Het is goed, ik heb ook geen maar. En hij zegt soms dan heb je nog wel eens een beetje van twijfel, zeg maar, er is nu ook gewoon geen maar. En ja, focus je op de toekomst. En ja, wat een opluchting zeg, jongens. Oh man. Nou, ik heb al even heel wat telefoontjes gepleegd met mensen. De tranen zijn er weer uit. Wat een opluchting. Ik kan nog steeds niet geloven. Dit is geloof ik de eerste keer dat ik echt zo zeg van ik ben schoon. Weet je, ze kunnen het wel zeggen, maar je wilt gewoon zien. Je wilt met je eigen ogen zien. En ik ben zo dankbaar dat mijn artsen mij ook de kans hebben gegeven om gewoon die scan te laten maken. En wat nu het vervolg is dat ik over een in principe over een jaar pas weer controle heb. Tenzij ik zelf natuurlijk vragen heb of dingen onzeker over ben of voel, dan mag ik ze altijd contacten. En dus over een jaar en over 2 jaar gaan ze dus de controle doen van de botten. Ook omdat ik nog jong ben. Dus mijn botten zijn nu gewoon goed. Hij zegt me verder hartstikke gezond. Dus dat hoor ik wel graag. En maar het is wel belangrijk, over 2 jaar gaan ze even kijken hoe de sterkte van de botten is. Want door de chemo, door de overgang, door de antihormoontabletten worden gewoon de botten aangetast. En iedereen krijgt botontkalking als ze ouder worden. Maar bij mij zal het dan eerder zijn, hè? Dan vroeg je het bewijzen van met 15 jaar. Dus waar het normaal misschien met 80 zou zijn, zou dan nu de kans kunnen ontstaan dat ik met 60 al mijn heup breek. En, maar wat ik daarom weer fijn vond, is dat hij erover begon dat ik de 60 zou worden, minimaal. Hè, jongens? Dus dat zijn de puntjes waar, daar moet je je positiviteit uit halen. Dat zijn de dingen die je moet onthouden. En ja, dus dat gaan ze dan ook in de gaten houden. En als ze zien van nou, dat gaat toch snel of iets, dan kunnen ze daar extra wat mee doen. Maar voor nu slik ik in ieder geval de calciumtabletten. En ja, ik kan jullie dus ook wat beelden laten zien van hoe het eruit zag. Dus dat ga ik jullie nu even laten zien. Hier zie je de longen boven, de lever aan de linkerkant. Eigenlijk rechts, maar plaatjes links. Ja, precies. En dat is het ventieltje hier. En je ziet ook gewoon dat mijn rechterborst, denk ik, of niet? Nee, rechts is links. Oh. Ja, dat is wat gek. Nou ja, omdat ik dacht, die lijkt kleiner. Dat ik dacht, ja, dat is mijn strakkere borst. Rechts is wat kleiner. Ja, rechts is wat kleiner. Deze is kleiner. Oh, hij lijkt hier groter. Nee. En het ventieltje is inderdaad gedraaid, hè? Ja, hij zat boven. Heet die niet meer? Dat is nee. Links. Dus links zit onder. Ja, hij zat hier. Ja. En nou zit hij hier, dat voel ik. Ja. Oh, wat grappig. De scan verbergt niks. Nee. Je ziet hard hier. Ja, het is gewoon een heel mooi scan. Mooie scoliose, dat heerlijk. Wel, ja. Maar die had je al, hè? Ja, die had ik al. Nee. Nee, dat ziet er goed uit. Super. Maar mooi. Mooi, ja. Het eerste gedeelte is best lang geweest. Ja. Het tweede gedeelte moet natuurlijk eigenlijk alleen maar hormoontherapie worden. Ja. Zonder heel veel spanning, zonder heel veel gedoe. Ja. Waarbij wel de opmerking van mijn kant altijd is van bij twijfelen over iets, moeten we kijken. Ja. Maar ja, so far so good. Het ziet er netjes uit. Super. Want de hersenen nemen ze eigenlijk niet mee, hè? Nee, die kan je op een PET-scan nog niet zo goed zien, omdat die heel veel contrast opnemen, maak je ze eigenlijk altijd heel erg slecht zichtbaar voor een
Daar zit je wel mee, hè, met die hersenen. Ja, ja. Altijd even. Ja, ja. Ik bedoel... Nou ja, inderdaad. Maar ik begreep ook al van Barbara dat ze zeiden van... Meestal als je denkt dat er iets in het hoofd zit, dan zit het niet alleen in het hoofd. Mm-hmm. Dat het heel veel moeite moet doen om het in het hoofd te krijgen, zeg maar. Ja. En dat is ook weer uit. Zat alleen in zijn hoofd. Ja, dat was dan wel weer... Maar die had een hersentumor, niet een uitzaaiing. Die komt dan ergens anders vandaan en die moet dan ergens doorheen. Ja, maar hij, dat was echt gewoon... Ja, die had alleen een hersentumor en geen uitzaaiing. Oh ja, daar is die. Ja. Ja, zo was het. Dat zou ik zo theoretisch ook nog naast elkaar moeten kunnen zetten. Oh ja. Die hoor. Dat is heel mooi. Zo kan je het zien. Dat is heel duidelijk, hè. Nou, ik ben ook weer heel blij dat ik dit jullie kon laten zien. Dan hebben jullie misschien ook een beeld. Hoe ziet zo'n scan er nou uit? Een scan van de hersenen met een PET-scan. Heeft dus niet zoveel zin, omdat daar al gewoon heel veel activiteit zit. Dus dat is dan niet goed te onderscheiden met een PET-scan. Wat ik wel eerder heb begrepen van mijn verpleegkundige is dat eigenlijk het vrij moeilijk is om, omdat er een goede bescherming zit, om zo'n uitzaaiing, dat een uitzaaiing naar de hersenen gaat. Dus als het eenmaal in de hersenen zit, dan zit het waarschijnlijk niet alleen daar. En ja... Dus het zou waarschijnlijk uitzonderlijk zijn dat er alleen een uitzaaiing zit in de hersenen. En als ze dat dan wel zouden willen testen, als ze daar een indicatie voor zouden vinden, dan doen ze het met een andere test. Ik denk een MRI of zo, of een CT-scan. Dat weet ik niet precies. Maar voor de rest, ja, ik ben zo blij dat ik nu die twee scans naast elkaar heb. En dat ik me nu kan gaan focussen op die schone scan. En ik ben dus nu onderweg naar de Gratia met supergoed nieuws. Want het zou toch wel een flinke domper zijn geweest. Een hele treurige bedoeling als ik slecht nieuws had gehad. Dan weet ik niet hoe die foto's eruit hadden komen te zien. Maar ik heb er helemaal zin in. Ik moet wel zeggen, ik heb een beetje hoofdpijn. Maar dat zal dan toch een beetje spanningshoofdpijn zijn. Maar dat ga ik niet mijn dag laten verpesten. Dit wordt een topdag. En ik neem jullie weer gezellig mee. Nou jongens, ik ben aangekomen. Gaan we even kijken waar de ingang is. Hier moet ik zijn. I'm thinking back on all those times. When I felt closed off from all that I could become. Eager but too scared to climb. Wanted to please my friends, but it felt like the end on myself. Voor de Marilyn Monroe look. Ook zelf bekijken, die 23ste, maar dat denk ik wel. Hallo, poepie. Dag, mijn liefste schatje, patatje. Oh, wat een goed nieuws, hè, schat. Kan niet beter, hè? Ik kon nog lang niet dit van me was, af. Nee, dat was ik ook niet van plan. Jij ook niet? Nee. Ja. Ja, dit was een topdag en ik vind het een top einde van de vlog. Ja. Dus hopelijk vonden jullie dit ook een geweldige video. Doe dan even een duimpje omhoog. Doe een duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie weer heel graag bij de jullie reacties. Video. Ciao! 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 Ah.